Zeg, man, dan ben ik naar je zelf even iets vragen. Zit je dan zeker dat ik hier moet hangen? Ja, maar jij zegt met een baas, de Freddy, die zegt, Debra, de proost op Hutto, wilde jij de ramen niet slappen? Ik zeg, wat moet ik doen? Hij zegt, de ramen lappen. Ik zeg, oh, de ruitenkeuze. Zeg, dat kan ik als de beste. Maar dan zie ik hier geen ruit. Of zijn die zo proper dat je die niet meer ziet? Ja, zeg maar, nadat ik hier toch hang, mag ik eens even iets vragen. Dan heb ik iets gehoord gisteren van Karin. Ken je Karin? Ja. Ja, maar Karin van Janine en de Willy van de biernaberij. Hé, de Willy die vroeger met Jenny een affaire had, ja? Ja, Jenny die nu samen is met Charles van Toutijzer, achter station. Ja, ah wel, die Karin, hè? Die Karin bedoel ik, ah wel. Die vertelde mij dus gisteren dat haar nichtje haar kozijn is geworden. Daar moest ik even over nadenken. Dit zucht ik in mijn eigen, ja, maar dat is eigenlijk een bitterke gelijk die Boudewijn van Spillebeek. Ja, maar kent het hier nog, die reporter van de VTM? He, die dat door een eerste vrouw geworden is. Hé, hey, denk ik van schoon, dat is een ferme vrouw, hè? Dat ze van zo'n lelijke vent schoon vrouw kunnen maken. Ja, nee, maar dat is toch echt waar, jong. Maar bij die Karin is dat omgekeerd, hè? Dat nichtje is de kozijn geworden. En dan was ik van de nacht aan het denken, dan dacht ik, ja, maar wacht even. Bij die Boudewijn hebben ze van de West een moffel gemokt. Maar hoe maken ze na van een mossel naar West? Dat is nou wel familie van de biernaberij, maar ik zie het niet gebeuren, zo, hè? Zeg maar, ik zie het dus echt niet een glas, hè? Dat meen je niet. Die Freddy gewoon net toch niet bedoelen dat ik al die glazen op die tafels hier moet kussen, hè? Dat gewoon is, hupsa, ik zal schappen spuiten, hupsa. Ik zal zelf maken dat die glazen wat proper zijn. Hé, hey, dat doet deugd, dames en heren. Hela! Want die airconditioning, dat is ook niet wat moet zijn, hè? Maar hela! Weet je wat, die is zo goed of ik het geld heb, maar dat trekt me maar terug naar boven. Ik zit straks al die glazen wel in de afwasmachine. Echt waar.